Cloud computing in het onderwijs. Privacy. Simpel gezegd wordt bij cloud computing gebruik gemaakt van diensten via het internet. Bij cloud computing ligt de beveiliging van gegevens en toegang tot de gegevens niet meer alleen bij de onderwijsinstelling zelf, maar ook bij de cloud provider. Dit brengt specifieke privacyrisico's met zich mee. Maar wie is nu verantwoordelijk voor die gegevens in de cloud? We hebben het hier zowel over de beveiliging van gegevens tegen verlies als over bescherming van de toegang tot persoonlijke gegevens door onbevoegden. Privacy is een ruim begrip met vele aspecten. Eén daarvan is het omgaan met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de zeggenschap over gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, zoals leeftijd, e-mailadres, maar ook examencijfers en foto's. De omgang met persoonsgegevens wordt geregeld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens, afgekort WBP. De WBP is van toepassing op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en legt een aantal algemene verplichtingen op. Daarbij zijn er voor de wetgever drie belangrijke actoren in het verhaal: de verantwoordelijke, de bewerker en de betrokkenen. Voor de verantwoordelijke, de onderwijsinstelling, betekent dit dat de gegevens alleen mogen worden verzameld voor gerechtvaardigde doeleinden, namelijk ten behoeve van het leerproces. Daarnaast moet er sprake zijn van een in de wet genoemde legitieme verwerkingsgrond, zoals de toestemming van de leerling. Ook kent de wet een informatie- en een beveiligingsplicht voor de verantwoordelijke. De betrokkenen, leerlingen, studenten en medewerkers over wie de persoonsgegevens verzameld worden, hebben in de meeste gevallen een aantal rechten, zoals het recht op toegang tot de eigen gegevens en het recht deze aan te passen, te wissen, af te schermen of verwerking te weigeren. Bijvoorbeeld als een leerling niet wil dat zijn foto's opgeslagen worden, dan moet de school daar rekening mee houden. De Wet Bescherming van Persoonsgegevens, of WBP, bepaalt dat de provider zich in een land moet bevinden dat een passend beschermingsniveau biedt. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een witte lijst met landen, goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor landen die niet op de witte lijst staan, zal moeten worden onderzocht of er sprake is van een voldoende beschermingsniveau. Een mogelijke waarborg is het Amerikaanse Safe Harbor certificaat, waarmee de provider kan aantonen dat hij voldoet aan het vereiste beschermingsniveau. Hier is echter veel discussie over. Onderwijsinstellingen kunnen de wettelijke verplichtingen niet altijd makkelijk afdwingen bij een cloud provider. Hoewel de meeste contracten standaard zijn en dus lastig om over te onderhandelen, is het toch belangrijk dat de volgende drie punten erin staan. Dat de cloud provider slechts in opdracht van de school of universiteit gegevens zal verwerken, dat hij die gegevens adequaat zal beveiligen en dat de school het recht heeft de beveiliging te controleren. De eerste twee punten staan doorgaans in een standaard contract. Het derde niet, maar hoort daarin wel thuis. Het is daarom van belang de contracten van de providers met elkaar te vergelijken voordat een keuze wordt gemaakt. In de meeste gevallen is de onderwijsinstelling dus verantwoordelijk voor gegevens in de cloud. Bij cloud computing speelt privacy een belangrijke rol. Zorg dat je weet wat je rechten en plichten zijn voordat je in de cloud aan de slag gaat.